Dan gaan we naar vraag 2 en die is van het lid Giebels. En ik zou graag de heer Giebels van de fractie van D66 het woord willen geven. Volgens mij ging dat over de vlieren. Ik denk dat het handig is dat ik dat dan bij het agendapunt inbreng. Ja, dat is aan u. Want we hebben nog een vraag over de vlieren en die komt van de heer Mastenbroek. Wat gaat de heer Mastenbroek doen? Die bewaar ik ook tot de beraadslaging straks. Daarmee is het vragenrecht weer afgelopen.